Erwin van der Looy, weer een wedstrijd tegen de onderste uit de Eredivisie. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, belangrijke wedstrijd voor ons. Ook voor Vitesse uiteraard. Maar ja, het is een wedstrijd die we gewoon eigenlijk moeten winnen. Zo kun je het wel zien. Zou een hele mooie, voor ons een mooie stap zijn. Want we willen en graag de afstand vergroten naar de clubs onder ons uiteraard. Maar we willen ook heel graag juist hem aansluiten naar die ploegen die 2-3 puntjes boven ons staan. En dan wil je in eigen huis ook graag het publiek wat laten zien met zo'n wedstrijd te winnen. Dus er zijn heel veel dingen die maken dat we morgen heel graag willen winnen. Je hebt de mazzel van een thuiswedstrijd. Dus de druk die ligt een beetje bij Vitesse? Nee, ik weet niet of we de mazzel hebben. Want volgens mij spelen we gewoon net zoveel uitwedstrijden als thuiswedstrijden. Dus we zijn gewoon aan de beurt met een thuiswedstrijd. Ja, ik weet niet of de druk bij Vitesse of bij ons ligt. Voor hun is het ook een belangrijke wedstrijd. Zij zullen eigenlijk moeten winnen om de aansluiting te vinden. Wij hebben een voorsprong. Maar wat ik zei, wij willen gewoon heel graag en goed voetballen en presteren. En dat ook aan het publiek graag laten zien thuis. Een wedstrijd op een scherf van de snede. Mag ik dat zo zeggen? Nou ja, dat mag ik wel hopen. Maar ik vind sowieso in de wedstrijden dat ik hier ben, nu die vier, dat wij over de inzet van de spelers niks te klagen hebben. Dat ze heel graag willen en dat ze alles geven. Ja, en soms kom je een tegenstander tegen die beter is. En dan, dat is heel vervelend, want dat wil je niet in sport verliezen. Maar dat gebeurt dan wel. En we gaan morgen kijken hoe we ervoor staan. Maar op de scherpste van de snede moet het uiteraard, altijd. Goed, de transferperiode is voorbij. Toch viel er van de week nog iets te vieren hier. Ja, Kelvin is binnengehaald. We hebben al eerder met hem gesproken voor het eind van de deadline. Omdat we graag een ervaren verdediger toe willen voegen. Ik denk dat we die goed kunnen gebruiken. Daarin kwamen we ook uit bij hem. We hebben gesproken. Toen is het uiteindelijk niet gelukt voor de transfer deadline. Maar omdat zijn situatie zo is dat hij niet onder contract staat bij een club, konden we hem uiteindelijk nog halen. Was hij bij Vitesse toen jij er ook zat? Nee. Hij is later gekomen. Ik heb hem als tegenstander een aantal keren gezien. Okay. Goed, hoe staat die ploeg er verder voor? Ja, goed. We hebben natuurlijk een aardige griepgolf gehad de afgelopen weken. Dat lijkt een beetje voorbij. Jordi Bruin was het begin van de week nog ziek, maar hij is weer beter. De enige tegenvaller is Ruben. Eigenlijk Ruben Rooske. Die leek weer aan te sluiten, maar kreeg gisteren toch nog weer even iets te veel last van zijn enkel. Dus die zal er niet bij zijn. Voor de rest missen we de lang geblesseerden die we al weken missen. En een Rustic? Ja, Aydin is hier en die zit gewoon bij de selectie. Dus die is beschikbaar. Goed, een wedstrijd tegen Vitesse. Ik heb het al even gezegd. Er zit veel druk op de ketel. Natuurlijk ook voor de trainer van Vitesse. Maar hoe is het met jouw druk? Ja, de druk voel je altijd. Die leg je jezelf ook op. Dus ik snap het verwachtingspatroon. Het verwachtingspatroon thuis tegen Volendam en thuis tegen Vitesse is anders dan thuis tegen Ajax of uit tegen NEC bij mensen. Hoe ze erin staan. Maar voor ons en voor mij ligt de druk vooral in maximaal presteren. Zorgen dat we de goede dingen doen. Qua keuzes die we moeten maken. En die druk leg je jezelf altijd op. Dus los van wat mensen ervan vinden. Het sociale hart van Heracles kwam deze week ook nog eens eventjes naar boven. Door het verlengen van het contract van een zwaar geblesseerde Nicolai Loos. Ja, zeker. Dat hebben we eigenlijk al meteen nadat het gebeurde besloten met elkaar. En nu is het officieel. En heeft hij ook officieel getekend. Nou ja, dat, volgens mij tekent dat gewoon de club Heracles. Sociaal betrokken, menselijk. En aan de andere kant is Nicolai natuurlijk ook gewoon een zeer talentvolle speler. Ondanks dat hij nu zwaar geblesseerd is. Maar het geeft hem heel veel rust voor zijn revalidatie. Dus ik ben daar heel blij mee. Nou, ik begrepen heb, wordt de komende week wordt er medisch ingegrepen in zijn knie? Maandag gaat hij onder het mes, begreep ik. Dus dat betekent dat hij daarna nog 6 tot 9 maanden moet revalideren? Ja, dat is een lange weg. Dus dat wordt een taaie missie voor hem. Maar we gaan hem op alle mogelijke manieren steunen. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.